Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op 5 april. Het is heel rustig weer in Nederland en dat komt door een hoge drukgebied boven de Britse eilanden. Zodat voor een noordwestelijke stroming en daarin wordt wel vrij frisse lucht aangevoerd. En in die lucht kunnen stapelwolkjes ontstaan en die zien we dan ook met name boven het midden- en oostelijk deel van het land. Langs de westkust is het over het algemeen vrij zonnig. En morgen komt daar weinig verandering in. Als we naar de weerkaart kijken, dan zien we ook morgen dat hoge drukgebied boven de Britse eilanden. En die noordwestelijke stroming die zal dan ook morgen nog steeds die koude lucht aanvoeren. En het ziet er zelfs naar uit dat de temperatuur morgen nog wat minder hoog gaat uitkomen maximaal van 9 tot 11 graden dan. Vandaag kan het kwik dan nog wel oplopen naar zo'n 12 tot 13 graden, en vanavond dan daalt het kwik tijdens zonsondergang naar een graad of 8 op de meeste plaatsen. Er zat een matige noordwestenwind die aan zee eerst nog vrij krachtig is, maar later vanavond gaat afnemen. Vannacht liggen de minima zo rond de 5 graden. Nog steeds zien we de noordwestenwind en afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. En ook morgen is dat beeld uh, zo, met, met die wolken en die opklaringen. En met name in de middag kan dan de zon wat meer doorbreken. Temperatuur zoals gezegd tussen de 9 en de 11 graden. Dat is eigenlijk gewoon te fris voor deze tijd van het jaar. Mag er wel een graad of 12, 13 zijn. Nou, die hogere temperaturen die gaan wel weer terugkomen. Want we zien vrijdag alweer zo'n 13 tot 14 graden op de kaart verschijnen. En ook zaterdag is dat het geval. De wind die valt nog meer weg, want het hoge drukgebied komt naderbij. En op zondag waait de wind uit het zuiden. En dan wordt er zeer zachte lucht aangevoerd. En kan de temperatuur oplopen naar zo'n 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Voor veel mensen zal dat de perfecte lentedag zijn, want het is zonovergangen. En er staat dus niet al te veel wind. Na het weekend wordt het weer wat wisselvalliger, maar hoe het precies gaat verlopen, dat is nu nog moeilijk te zeggen. Daarvoor is er te veel onzekerheid. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.